Het ontmoedigen van kansspelen moet ook gerelateerd worden aan het armoedebestrijdingsbeleid van Suriname. Dit zei BEP-parlementariër Ronnie Assabina gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de wet op casinowezen, wet casinobelasting en de wet toezicht en controle kansspelen. Assabina vindt het daarom noodzakelijk dat de regering voor deze wetten een beleidsdocument indient bij het parlement, zodat het duidelijk is wat het vertrekpunt is en wat de eindbestemming van de regering is met deze wetten. Dit is ad hoc beleid en we vragen, voorzitter, naar een beleid dat gezond en verantwoord is. U lid Moustadja, terecht zegt hij, en het is geen uitvinding van ondergetekende, voorzitter, dat er een zekere relatie bestaat tussen toename van kansspelen en toename van die armoede. Is wereldwijd. VHP-parlementariër Kishen Ramsukul haalde aan dat het alom bekend is wat voor maatschappelijke problemen gepaard gaan met kansspelen. De wetten op het casinowezen en kansspelen moeten volgens hem terug naar de operatietafel. Want elke dag dat de huidige wetgeving van toepassing is, blijven de problemen bestaan. Dus we moeten ook vaart aanzetten dat we deze wetten goed gaan keuren. Niet de wetten zoals ze nu eruit zien. Daar ben ik geen voorstander van. Maar aangepaste wetten, betere wetten gaan produceren. En ik denk dat we die verantwoordelijkheid ook bij onszelf moeten zoeken. Dat wij met concrete oplossingen komen om deze wetten te verbeteren. Want wat we nu hebben, wat nu werkt daarbuiten, dat is absoluut niet goed. DNA-leden vinden dat alvorens de wetten worden goedgekeurd, erop toegezien moet worden dat de uitvoering niet te wensen overlaat. Anders zal de huidige situatie in het land met gokhuizen en bettingskantoren niet veranderen. In de komende week zal de regering ingaan op de vele vragen die zijn gesteld door leden van de Nationale Assemblée.